Dag 3 is begonnen. Laten we even terugkijken hoe de DJ's dag 2 in de Q Escape Room afsloten. ABBA, thank you for the music. Dua Lipa, don't start now. Hier staan de Spice Girls. Maar betekent dat dan dat we morgen zouden kunnen proberen? Stap van de Spice Girls, Dua Lipa, Don't Start Now en ABBA met Thank You For The Music. De avond eindigt in één grote bromance. Ik was net even op mijn slaapkamer. Ook een helemaal emotioneel momentje, jongens. Wat is het hier leuk met jullie? Wat gaat het goed? Oh, liefie. Ach. Dat is toch superleuk? Ja, het is heel leuk. Dit zijn van die momenten, weet je, over 20 jaar nog, hoor. Ja, echt hoor. Komt er ook nog een kerstliedje? Mama kan wel janken. Wie leidt eigenlijk? Ik heb het idee niemand. Nee. Nou, ik leid wel, maar dan met IJ. Ja. Het is duidelijk tijd voor dag 3 en een nieuw invoermoment. Vader Abraham. Met het Smurfenlied. ABBA. Thank you for the music. Spice Girls en stop. Ik vond haar hier in een fotolijstje. Ik heb haar afgelopen nacht mee naar bed genomen. We hebben samen geslapen. Dua Lipa. En don't start now. De muzikale code is... niet gekraakt. Oké, maar... Er zijn 2 antwoorden goed. Ja! Ah, yes. Met 2 antwoorden in de pocket worden de DJ's naar Instagram gestuurd. En het account heet qdolf1007. Ja, refresh. Oh, Wat staat er naast de G op de plaat van Mumford & Sons? Sigh No More. Op dit account staan vragen waarvan de antwoorden leiden naar een route op de tapijttegels. Gentleman of the Road wordt vaak gezegd. Nu moeten wij 4 blokken naar links en ik denk dat dat betekent dat we 4 tapijttegels naar links moeten. 1 blok rechtdoor. 1. Ja, ondertussen liggen natuurlijk ook echt nog wel dingen stil. Toch? Terwijl Mattie even van het padje is... Zo. Nou, dat is wel knap. Lossen luisteraars de Instagram-puzzels op? Ja, echt razend knap. Ik weet niet hoe. Dat heeft die persoon nog niet verteld. Maar het is bon Nathalie. Bon Natal, of niet? Zou dat het zijn? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, time flies als je de weg kwijt bent. Het is er weer tijd voor de volgende ontsnapmogelijkheid. Ik ga voor de Spice Girls met Stop. ABBA. Thank you for the music. Ik ga voor Sineke met Shalali Shalala. Dua Lipa en Don't Start Now. Er zijn 2 antwoorden goed. Oké. Alright. Goed zo. 100% zeker dus die ABBA en Dua Lipa. Dat weten we. 100%. Terug naar de tekentafel. Ja. Tekentafel? Nee, de tapijttegels. Want die sturen de DJ's naar... onder de kast met cd's. 1, 2, dat klopt. Zoekt en gij zult vinden. Luisteraar Niek blijkt de held van de dag. Waar Domien nu zit, zit daar misschien een la of een luik of iets? Er zit een rand achter de sticker. Ja, wacht, ik trek hem er nu af. Hier zit een luikje. Nog meer cd's? CD's. Alsof je dit nog niet genoeg had. Nee. Thanks, Niek. Ja, Niek heeft echt een vitaal beroep. Die mag echt zijn kinderen naar de kinderopvang blijven brengen. Goed, hé. Hé, een telefoon. Deze ligt in de lader, jongens. Hè? Gerard Cox. Joke Bruijs. Stel Kruijf. Adam. Adam en Patricia. Katja. Oh, wacht. Jort en Lauren. Ja, Marco en Leontien. Dit zijn setjes. Exen, Niek en Vrouwtje. Het zijn exen. Er komen heel veel berichtjes over binnen. Thank You Next van Ariana Grande gaat over exen, al dus Milan. Maar we moeten ook even contact zoeken met Elke. Goedemiddag. Hallo. Jij hebt ook een interessante theorie. CD van jou, CD van mij. CD van jou, CD van mij. Dat is letterlijk wat het is. Hopelijk puzzelen de DJ's iets soepeler dan dat hun heupjes zijn. Dit is even lekker. Oh, wacht. Die telefoon uit de bak met cd's is onderhand wel opgeladen. Nou, ik zou zelf ook wel even aan de oplader willen, maar daar hebben we nou eventjes geen tijd voor. Er is een recent filmpje van 51 seconden en het heeft te maken met de kluis. Jongens! Hey Menno! Hi. Menno! Hoe is het in de Q-Escape Room? Nou, wel oké, eigenlijk hoor. Ik heb hier iets wat jullie naar alle waarschijnlijkheid heel hard nodig gaan hebben. En ik heb al even gekeken in jullie winkeltje, want we moeten het niet te makkelijk maken. Dus ik ga dit op een goede plek verstoppen. Hij is in de escape room. Ik heb iets gevonden. Het gat zat er al in, hè? Ja, dag. Nee, dat meen je... Hij heeft een kerstman gevonden en daar verstopt hij de sleutel nu in. Die kerstman, die hebben we al zo vaak zien staan.
Daar is die. Er zit een sleutel, in. We gaan naar de kluis. De sleutel opent een kluis waar een maquette van de Q Escape Room in zit. Misschien moet ik zo meteen wel in een gat en verdwijn ik gewoon. En dan was het dan. Dan ben jij eruit. Ja, dan zie je gewoon twee voeten hoor je. En dan hoor je terug het muziekje. Is Matty een helderziende of heeft hij last van tunnelvisie? Ik denk dat we één gedeelte van de kast opzij moeten schuiven. Ja, ja, ja. Wat zie je? Een luik. Mag ik voorstellen dat Matty dit gaat doen? Ja. Want dat zijn hoofd... Matty zijn hoofd zat in de puzzel die we net hebben opgelost. Wow, wat is dat? Dit? Ik zie een soort tunnel. Zal ik erin gaan gewoon? Niet het luik er weer op doen, hè? Nee. Oh nee, het luik gaat... Nee! Oh, het luik gaat wel dicht. Nee. Dit is echt Agilex, jongens, want... Ja, dat... Het is hier aardedonker, ik zie niks. Wij kunnen naar Matty kijken hier. Wij kunnen denk ik Matty helpen. Nee, ik weet toch ook niet tot waar deze ruimte gaat. Volgens mij kun je staan. Ja? Je kunt makkelijk. Doe maar. De letters en cijfers op de muren vormen een zin. Marieke en Kai gaan aan het werk. Ik denk dat ik nu alle letters heb. Matty komt terug terwijl Marieke en Kai de letters op de goede volgorde zetten. Groeten van. Groeten van zal het zijn. Groeten van Vincent en Noël uit Annapallona. Maar wie zijn deze mensen? We hebben niet normaal. Echt duizenden berichten binnengekregen van mensen die hebben meegepuzzeld. Dit zijn twee puma's. Ik weet niet wat ik hiermee moet nu. Het enige waar ik dan nu aan denk is de puma's. Ik zie vaak ook de naam van Thomas Akda voorbij komen. All Stars, daar speelt hij natuurlijk in. Zit jij dan nu wat meer op het spoor van de puma's? Of ga jij voor... Akda en de Munich, omdat zij deel uitmaken van de puma's. Nee, dat zou ik te makkelijk vinden. Dat we een doosje cd's uitpakken en dat een Akda en de Munich de kapitein deel 2 is. Ja, dat zou ik te makkelijk vinden. Dan hoef ik niet een hol in met 16 ratten. Hey, waarom doe ik niet gewoon? Zij maakt het verschil. Zij maakt het verschil. Hij heeft gewoon op nummer 1 gestaan. Dat weet ik, maar daar hangt een houten hart. Ja, ga voor houten hart. Ja. Ga gewoon voor houten hart. Maakt zij het verschil? Het is tijd voor de laatste ontsnapmogelijkheid van vandaag. Matty, ben je er klaar voor? Ben je er helemaal uit inmiddels? Ik vul in, als we het dan toch over de puma's hebben, zij maakt het verschil. Abba, thank you for the music. Ik weet het niet. Ik heb net de Q-app nog een keer gerefreshed. Ik zag een bericht van Dirk binnenkomen. Dirk, dankjewel, want ik ga voor Jason Derulo en Trumpets. Dua Lipa, don't start now. Oké. Okay. Er zijn twee antwoorden goed. Ja. Oké. Okay. Ja, dat is geen verrassing. Nee. Nee. Dat is geen verrassing. Ik slaap hier vanavond, jongens. Ik ga steeds meer meekleuren met de omgeving, hoe langer ik hier zit. Als ze tegen de muur staan, dan zie je denk ik een floating head. Blijf 5 minuten staan, dan vergeten we je. Ja. Hé, hey, er zat van alles in jouw kont, hè? Wist jij dat? Ik sleun een beetje tegen je aan, maar er zat iets in jouw kontje. En sleutel. Daarom kijk je zo bedrukt. En dan verschijnt er een kerstengel. Of is het... Davina Michel loopt hier buiten de escape room. Hey. Hoe gaat-ie? Heb je een hint? Kom je zingen? Of een hit? Ik heb iets voor Domien. Eindelijk iets voor jou. Good luck. Ja, dank je. Hoi. Doei, doei. Het is een klok die aftelt. Naar welk moment telt dit dan af? 16 uur, 25 minuten en 14 seconden. Als het morgen 7:15 is... Voor de ontsnapmogelijkheid. Ja, en we weten niet wat het is. Dan zitten we er dit jaar officieel langer in dan de vorige keer. Ja. Ja, dat klopt. Morgen is het alweer tijd voor dag 4. Puzzel mee en help de DJ's ontsnappen. De Q Escape Room.